Kan ik een precieze waarde of lengte ingeven als ik teken in SketchUp? Hoi, ik ben Peter van SketchUp3D.be. Dat is een vraag die we vooral krijgen van nieuwe SketchUp gebruikers. En dat is, als ik iets teken in SketchUp, kan ik daar dan een precieze waarde op ingeven? Want ik teken en stel dat ik nu net 1 meter wil, een lijntje van een meter of 2 meter, maakt niet uit, 3 meter, dan lijkt dat moeilijk te zijn. Maar dan denken ook veel mensen dat SketchUp niet nauwkeurig is of dit niet zou kunnen. Maar als ik nu zal opnieuw doen, is het gewoon het begin van de lijn. Ik zet een richting die ik wil tekenen en ik zet dan 2, enter. Wel, dan heb ik een lijn van 2 meter. Als ik nu een richting wil, geef op de groene as 3 meter, enter. En op die manier kan ik natuurlijk wel altijd een juiste, correcte waarde ingeven. En voor alle duidelijkheid, ik kan ook zeggen 1, in België, belangrijk, in België moet je meestal het comma symbool gebruiken op je toetsenbord. Omdat en werkt niet het puntje op je numeriek toetsenbord, voor alle duidelijkheid. Dus je kan zeggen 1,25, enter, en dan heb ik een lijn van 1,25 meter. Dus dit kan ik eigenlijk doen met alle tools in SketchUp. Wat is belangrijk, dat je hier de value control box ziet, waar je een waarde ziet. Dus als ik een rectangle teken, dan zie je 2 waarden staan. Eigenlijk op de groene en de rode as. Wil ik een rectangle van 2 op 2, dan doe ik gewoon 2. Punt, comma, 2, enter. En dan heb je een vlakje. Nu laat je in SketchUp jouw ogen niet geloven. Of bedriegen, beter gezegd. Want dit lijkt niet een rechthoek te zijn. Als je natuurlijk van bovenaf bekijkt, ga je zien dat dat wel een rechthoek is. Maar voor elke tool, als ik nu push-pull doe, ik pak dit vlak en ik wil dat 2 meter hoog, 2, enter. Dus voor elke tool tijdens de tekenactie kan je altijd een waarde ingeven. Vond je dit een nuttige tip? Graag een duimpje of een likeje. Tot in de volgende video.